Meneer Ramotar Singh, we hebben gevolgd het antwoord welke dus de heer Caldeira gaf vorig jaar bij de lezing Eenheid en Saamhorigheid. En dat moet dus ook hier blijken, hè, heren? Ja, nee, maar we zijn het over de meeste dingen wel eens. Soms ben ik een beetje fel uit de hoek. Omdat ik dus merk dat eenzijdige kritiek geleverd wordt. Die kritiek die moeten we ook de hand in eigen boezem steken. Dus de private sector en de overheid. Maar kritieken kunnen u toch alleen maar beter en scherper maken? Dat is waar. Ik ben niet bang voor kritiek. Persoonlijk ben ik er niet bang voor. Ja. Maar ik geloof dus dat het wel gebalanceerd moet zijn. Ja. En ik merk dus, een ding wat ik maatschappelijk merk hoor, is dat er veel ontevreden mensen zijn. Veel geklaag, wankragen. Wat is er gebeurd? De mensen zijn gaan consumeren verkeerd. De mensen doen overbodige consumptie en ze lopen klem. Ik ga u zeggen, ik ken concrete gevallen waarbij mensen auto rijden. Terwijl ze vinden dat Lankie ze een kaart moet geven voor gezondheidszorg. Ben je belazerd? Dat hoort niet zo. Een land moet, en de overheid hoort hierin te sturen, maar ook de private sector heeft een taak. Vanaf de dominee op de kansel. Maar we gaan mensen hun behoefteschema's toch ook niet hier breed uit bespreken, meneer Caldeira? Nee. Maar er is dus een verkeerd ding gaande. We consumeren meer dan we groeien aan productie. En dat is een gevaarlijk ding. Is dat ook uw opvatting, meneer Ramotar Singh, dat wij op een te grote voet leven hier in Suriname en dan gaat het niet goed? Nee, dus dan gaat het niet goed. Niet, het is niet. Nee, er zijn meerdere dingen. Ja. En meneer Caldeira, ik begrijp zijn positie wel, hij zit in het bestuur. Maar de verantwoordelijkheid terugschuiven naar het individu is de fiets achter de wagen spannen. De oorzaak zit in het bestuur. Wij stemmen op mensen om ons richting te geven. Omdat wij allemaal individuen zijn met zoveel verschillende behoeftes. En het is het bestuur die kanaliseert. En als wij allemaal milieuvernietigende dingen willen doen, moet het bestuur ons daarvoor afstraffen. En de dingen die milieuvriendelijk zijn, moeten ze stimuleren. Productie moet gestimuleerd worden. Consumptie moet worden ingetoomd als er te weinig welvaart is. Ja. Dus correct, maar... Het bestuur is verantwoordelijk. Daarvoor betalen we ze ook heel erg goed om ons te sturen. En een van de middelen die het bestuur ook heeft, is het maken van wetgeving. En als je dus kijkt naar de achterliggende periode, is er wel een aantal van die wetten gemaakt, meneer Ramotar Singh. Kijk, ik heb altijd het probleem. Sommige mensen hebben een roze bril en die zien altijd het glas als half of driekwart vol. Maar ik zeg, we moeten die lat niet zo laag leggen. Want als we onszelf vergelijken met Haiti, doen we het geweldig. We hebben veel meer potentie. We zouden eigenlijk onszelf, laat me geen Dubai noemen, we zouden ons vergelijken met de ontwikkelde wereld. En dan doen we het niet zo goed. We moeten het beter. En daarom ik ben heel trots dat we 43 jaar Srividensie en Harmonie mogen vieren. En we gaan het ook vieren. Ja. Maar we moeten wel de volgende dag aan de slag gaan, harder werken. En het roer om harder moeten gooien. Harder dan nu. Ja, we moeten harder werken. We moeten efficiënter werken. We moeten smarter werken. Harder studeren. Meer investeren. Minder consumeren. En dan gaan we uit de crisis komen. En dan gaan we welvarend land worden. Ja, maar dat is hetzelfde wat ik zeg. Meneer Caldeira, u blijft telkens weer ook pinnen op het feit dus dat we het als land toch redelijk goed doen. Welke indicatoren gebruikt u daarbij? Ja, dus voor mij zijn de voornaamste indicatoren. In de eerste plaats, wat is de levensverwachting van mensen in het land die leven? Die is gestegen. Kindersterfte is gedaald. De huisvesting is beter. De voeding is ook beter. Calorisch zowel als eiwit. Dus kleding is ook beter. Huisvesting is beter. Een aantal dingen zijn beter. Maar ze zijn onvoldoende beter dan ze hadden kunnen zijn. En daar wil ik meegaan met mijn collega aan de overkant, gegeven wat wij beschikbaar hebben. Maar weer dan komt de kwestie van de omstandigheid. Die eenheidsbasis is zwak. En ik heb in een aantal landen gewerkt waar de eenheidsbasis sterker is, waar het wat makkelijker is. En er is één land wat ik steeds neem als maatstaf, niet Haiti. En dat is Guyana, naast de deur. Als we kijken hoe wij het gedaan hebben, hoe zij het gedaan hebben. Ze hebben 800 zoveel duizend mensen, we hebben 500 zoveel duizend. Hetzelfde grondgebied qua omvang en qua ligging. Ja. Alleen wij hebben ontwikkelingshulp gehad, zij niet. Ja. Ja, en, dus wij hebben een paar dingen meegehad die zij niet meer hebben gehad. Ja. Maar feit is dat die landen, als er twee landen zijn die op elkaar lijken, zijn het Suriname en Guyana. Ja. En ik heb geprobeerd een vergelijkende studie te doen. Het zou goed zijn als vanuit de universiteit dat ook werd gedaan. Hoe zij het doen en hoe wij het doen. Wat kunnen we leren van hun? Wat kunnen zij leren van een ander land waar we naar kunnen kijken? Is Gabon.
Een ander land is Belize. Het zijn soortgelijke kleine landen. Kleine landen hebben een groot probleem. Namelijk dat ze kleine binnenlandse markt hebben en dus niet aantrekkelijk zijn voor bepaalde buitenlandse investeerders. En die komen dus meer af op de, wat je noemt, natuurlijke hulpbronnen. Mm-hmm. Ze komen goud, aardolie en bauxiet, daarvoor komen ze. Zelden gaan ze voor iets anders komen. Een enkeling in bakoven en een enkeling in visserij. Maar by and large willen ze de dingen doen waar ze snel, they can make their money quickly. En ze hebben geen binnenlandse markt. Ze hebben ook geen goede aansluiting bij het nationale, private bedrijfsleven. Dat ja. nog klein en jong is. We zijn eergisteren ondernemers geworden. Ja. Ik wil even teruggaan ook ten aanzien van dus de indicatoren. U heeft in principe zaken genoemd. Toegang tot kleding, toegang tot huisvesting. Hè, die dus nu wat stappen maakt. Alleen indicatoren zoals wij die ook nu kennen, meneer Amota Singh, als... wisselkoershoogte, als inflatie, koopkrachtversterking. Merkt u dat die indicatoren van dien aard zijn dat we kunnen zeggen dat het heel slecht of heel goed gaat in Suriname? Nee, laten we, het is wat je vergelijkt met elkaar. Als je vergelijkt met hoe we waren toen we onafhankelijk werden, onze welvaart is 2,5 keer zo hoog. Dus we zijn erop vooruit gegaan. Laat niemand u iets anders vertellen. We zijn erop vooruit gegaan. Maar onze behoeftes, de wereld is voorop vooruit. We lopen nog steeds achter op het gemiddelde van de rest van de wereld. Ja, dat is we doen het dus ten opzichte van overige landen en dan nieuwe Haiti ook mee. Nee. We doen het niet zo geweldig, nee, we doen het nog steeds veel slechter. Maar we zijn welvarender geworden, we gaan beter gekleed, we rijden auto. Vroeger reden we bromfiets. De ezelwagen zie je al niet meer. Dus we doen het een stuk beter. In Guyana zie je ze nog. Een stuk beter. Maar in vergelijking met hoe we dat hadden kunnen doen, in vergelijking met de rest van de wereld, doen we het toch niet goed genoeg. En ik denk dat zeker bij 43 jaar onafhankelijkheid je niet op, op een voetstuk moet gaan zitten om te zeggen we zijn zo trots dat we het goed moeten hebben gedaan. Nee. Ik denk dat meneer Calder heeft gelijk, het proces is niet gemakkelijk. Nee, laten we elkaar niet voor de gek houden, het proces is een moeizaam proces. Maar we moeten wel resultaatgericht kijken en eerlijk oordelen. En gewoon even kijken, hebben we echt hard genoeg ons best gedaan? Of hebben we gedaan alsof we ons best deden? Okay. Hebben we alleen maar gepraat over ontwikkeling of hebben we werkelijk onszelf ontwikkeld om steeds betere burgers te worden, efficiëntere burgers en steeds betere organisaties op te bouwen en steeds beter samen te werken? En ik denk dat we een heleboel werk nog hebben. Ja, ja. Goed. Daar kan ik mee gaan hoor.